Afro Trosseert Wim Sonneveld, pionier van het Nederlandse cabaret, exact 50 jaar na zijn overlijden op 8 maart. In de zesdelige podcastserie Sporen van Sonneveld onderzoeken Jacques Kleuters en Caroline Borgers zijn blijvende artistieke erfenis. De podcast bevat gesprekken met tal van collega's van Sonneveld, waaronder Freek de Jonge, Karin Bloemen, Frank Sanders, Joost Prinsen, Alex Klaassen en Barry Stevens. Daarnaast werpen theaterdocenten en studenten een nieuw licht op zijn werk en onderzoeken ze of zijn legacy nog relevant is. Niet alleen zijn professionele leven wordt belicht, maar ook het privéleven van Sonneveld krijgt aandacht. Hoewel hij op het podium weinig over zichzelf prijs gaf, wordt dit aspect nu wel onder de loep genomen door oud-collega's. Ze bespreken hoe dit contrast met de huidige tijd. De podcastserie Sporen van Sonneveld is vanaf deze week te beluisteren via de bekende podcast-apps Waarbij luisteraars een diepere duik kunnen nemen in het leven en werk van deze iconische cabaretier en zanger.